Goedenavond beste kijkers van We Love Misses. Ik sta hier naast de nieuw gekroonde top 3 van Young Miss Fashion 2017. Ik richt mij direct tot de nieuwe Miss. Vertel me eens over jouw emoties toen ze je naam roepen, want het was precies niet verwacht. Nee, ik had het helemaal niet verwacht. Ik dacht dat ja, iedereen verdiende dat. Dus ik had echt niet verwacht dat ik dat ging zijn. Maar ik ben iedereen heel dankbaar, want dit was echt een van mijn dromen. Dus. Wel, alvast gefeliciteerd met je titel. Nu, jullie moeten ook samen gaan werken als een team, want jullie zijn de top 3. Gaat dat lukken tussen jullie? Ja, zeker en vast. We komen goed met elkaar overeen, dus dat gaat zeker lukken. We zijn een heel hechte groep en we zijn echt vriendinnen voor het leven, volgens mij. Amai, een teamwork dat we zijn. Echt, we komen allemaal super goed overeen, dus dat is echt wel tof. Nu, hebben jullie nog speciale verwachtingen toe naar wat dat jullie mogen doen met jullie nieuwe titel in dit nieuwe jaar? Ik mag dus naar het buitenland en ik ben daar heel blij om. En ik kijk er al naar uit. Hoe ga je je gaan voorbereiden? Heel veel voorbereiden en van alles doen. Spannend hè, dat eerste interview. Oh, ik weet dat wel. Ik weet al lang niet meer wat ik gevraagd heb. Onze verwachtingen. Ik snap waarom dat jij gewonnen hebt. Dus voor jou dezelfde vraag. Wat zijn jouw verwachtingen? Ik laat gewoon alles op mij afkomen. Ik ben klaar voor alles. Ik ga er gewoon voor. Dus zo is het. En voor jou, heb jij nog iets speciaals? Ik wil gewoon genieten van het avontuur. En ik had het echt niet verwacht. Dus gewoon genieten van wat ik geworden ben. Voilà, u hoort het zelf. We hebben een heel erg enthousiaste top 3 voor Young Miss Fashion 2017. En ik ben er zeker van dat we van deze 3 jonge dames nog veel meer gaan horen. Dankjewel voor het kijken.